Goedemiddag allemaal. Welkom bij het huiskamergesprek van vrijdag 1 mei, dat als thema heeft zelfdoding en rouw. Helaas krijgen veel mensen met rouw te maken in hun leven en ook soms met zelfdoding. Dus dit thema hoort er gewoon bij, net als alle thema's in het leven. Ik ben Aline Broersen, ik ben eigenaresse van de Hartelijke Huiskamer. Een hele mooie ingerichte huiskamer met een woonkeuken. Dat ik sinds 18 oktober ben gestart samen met mijn dochter Juliette Broersen. De basis van ons bedrijf is opgebouwd rondom thema's. Wij willen graag mensen verbinden met elkaar die dezelfde interesses hebben, dezelfde dingen hebben meegemaakt in hun leven. Op die manier erkenning en herkenning bij elkaar te vinden. Wij hebben daarin een maatschappelijke lijn waarin wij lotgenotengroepen bijeenbrengen, lezingen organiseren, boekpresentaties, themabijeenkomsten en workshops. Daarnaast moeten wij natuurlijk inkomsten genereren. En dat doen wij door middel van het verhuren van deze ruimte als vergaderlocatie, voor bedrijfspresentaties, voor workshops en als coachruimte. We hebben hiervoor hele mooie presentatiemiddelen aanwezig met microfoon. En je kunt deze ruimte huren voor met en zonder catering. Dus het wordt voor alles en nog wat gehuurd. Dat even in het kort over mijn bedrijf. Sinds 15 maart konden wij dat niet meer mensen hier bijeenbrengen in de Hartelijke Huiskamer. Daarom zijn wij begonnen met online gesprekken via Zoom. Iedere dag een ander thema en twee andere gasten. Vandaag zijn dat Mieke Terlouw, welkom Mieke, en Hiske Kuilman. Heel fijn dat jullie vandaag mijn gasten zijn rondom dat thema. Wij gaan zo meteen alles over jullie horen. Mijn dochter Juliette doet zoals gewoonlijk de techniek. Normaal doen we natuurlijk het bedrijf samen en Juliette heeft even de functie om alles technisch goed te begeleiden. Voor de mensen thuis die als gast zijn ingezoomd bij ons, kunt u beneden aan het scherm ziet u chat staan. Mocht u een vraag hebben voor een van de twee gasten, dus voor Hiske of voor Mieke, kunt u op chat drukken en dan kunnen zij de vraag stellen en Juliette zal dat op een goede manier begeleiden. Naast mij zit zoals iedere huiskamergesprek Ingrid Veling. Ingrid is coach en die zal zich even aan uzelf voorstellen. Ja, goedemiddag allemaal. Dankjewel Aline. Ik ben een vriendin van Aline en sinds 4 jaar coach geef ik trainingen in bedrijven. Doe ik interim opdrachten, geef ik adviesopdrachten, allemaal op het gebied van of cultuurverandering of leiderschapsontwikkeling en talentmanagement of diversiteit en inclusion van teams. Ik heb ook een netwerk opgericht voor vrouwen, om vrouwen te helpen op posities terecht te komen in bedrijven of voor zichzelf waar ze impact kunnen hebben. Want ik geloof heel erg in diverse teams en dat diverse teams maken betere beslissingen, meer langetermijngericht, meer duurzaamheid meenemen in hun beslissingen. En dat is wat ik doe. Dankjewel. Dankjewel Ingrid, fijn dat je er weer bij bent. Ingrid die stelt altijd de vraag even voor mij op. Zij heeft zij heeft expertise als coach, dus kan mij daarin goed begeleiden en ondersteunen. Dan ga ik naar mijn gasten van vandaag. Dat zijn Mieke Terlouw en Hiske Kuilman. Mieke is eigenlijk aanwezig voor het thema zelfdoding. Zij heeft daar een boek over geschreven, In het waan van het leven. En Hiske met name uit haar expertise als rouwcoach. Ik ga zo alles van hun te horen krijgen. Ik ga eerst even naar Mieke. Mieke, zou jij jezelf even voor kunnen stellen? Wie ben jij, waar woon je en wat doe jij? Mieke, je staat nog op mute. Mijn naam is Mieke. Ik woon in Haarlem. Nu sinds 5 jaar ongeveer. Daarvoor, ik ben eigenlijk opgegroeid in Bergen, een plaatsje in Noord-Holland. Ik ben 37 jaar en ik ben yogadocent. En daarnaast werk ik op de redactie bij PsychoseNet. Ik had voorheen altijd ook nog wel een andere baan in de financiën, maar daar ben ik mee gestopt. En ik heb dus een boek geschreven en ik schrijf heel graag. Dankjewel Mieke voor deze introductie. Jij bent ingelogd vanuit Haarlem, hè? Je woonplaats waar je nu bent. Dus heel erg leuk dat je erbij bent. Hiske die is ingelogd vanuit Heemskerk. Bijzonder dat het allemaal kan zo op deze manier. Hiske, kun jij je ook even voorstellen? Wie ben jij, wat doe je en waar woon je? Ik zit
Ik ben inderdaad ingelogd vanuit Heemskerk, dus we zitten hemelsbreed niet eens heel ver bij elkaar vandaan. Mijn naam is Hiske Kulman en ik ben rouwdeskundige. Ik werk als verliescoach en ik begeleid voornamelijk ouders die een kindje zijn verloren tijdens de zwangerschap of rondom de bevalling. En daarnaast geef ik trainingen over rouw en verlies aan zorgprofessionals. Dus ik ben eigenlijk als rouwdeskundige ook aanwezig. En in het dagelijks leven focus ik me vooral op het verlies van een kind eigenlijk. Ik woon dus in Heemskerk. Ik ben 34, ik ben getrouwd en ik heb 3 kinderen. Hugo, mijn oudste zoontje, is overleden. En ik heb nog 2 dochters, Hanna en Hiel. Dank je wel, Hiske, voor deze introductie. En dan weten we wie je bent en wat je doet. We gaan meteen alles ook over jou horen. Wat je allemaal doet met de rouwcoach en jouw ervaringen en je eigen verhaal. Ik ga eerst nog even met jullie even jullie nog wat beter leren kennen. Ik ga even terug naar jullie basisschool, middelbare schooltijd. Stel ik eerst even de vraag aan Mieke. Als je teruggaat naar die tijd, wat voor meisje was jij en had jij al dromen, wensen wat je wilde worden? En is dat een beetje uitgekomen met wat je nu doet? Dus je bent nu yoga docent. Het boek was denk ik niet helemaal toen al in de planning. Maar hoe zag jouw leven er toen uit en wat voor dromen had jij als kind? Ja, nou, het is wel grappig. Ik had toevallig met mijn moeder laatst over van wat ik dan vroeger wilde worden. Ik was het zelf eigenlijk vergeten. En zij zei dat ik altijd zei dat ik onderwijzeres wilde worden en schrijfster. Dus dat is ergens wel een beetje uitgekomen, omdat ik yoga-docent ben en nu ook een boek heb geschreven. Maar dat is pas van de laatste paar jaar. Want ik heb dus een baan in de financiën heel lang gehad. Ja, hoe dat eruit zag. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik jong was. Dus ik denk ook dat ik daar een beetje mijn wens kwijtgeraakt ben. Door omstandigheden, zeg maar. Dus daarom uiteindelijk iets heel anders ben gaan doen in de eerste instantie. Maar het is wel mooi dat ik nu die wens weer wat meer terug aan het vinden ben. Maar blijkbaar wilde ik dus altijd al schrijfster worden en onderwijzeres. Ik was het weten. Ja, nee, ik begrijp ook dat jij inderdaad toen als kind vrij geëindigd door omstandigheden ook een zijpad bent ingeslagen. En wat heftig gebeurd is, gaan we straks nog eventjes over hebben uiteraard in je leven. Ben je eigenlijk weer terug gegaan in wat je eigenlijk echt wilt en waar je echt wel dan blij van wordt en wat echt bij jou past, als ik het zo even kort mag samenvatten. Ik ga even naar Hiske en even dezelfde vraag nog stellen. Hiske, hoe was dat voor jou als meisje op de basisschool, middelbare school? Had jij al idee wat je wilde worden, welke kant het op moest gaan? En of ging dat alle kanten op? En is dat nu geworden wat je toen bedacht had? Het is zeker niet geworden wat ik toen bedacht had. Dat ik dit ging doen, had ik zelfs 5 jaar geleden eigenlijk niet bedacht. Ik wilde als klein meisje kok worden. En ik ben uiteindelijk op de hotelschool beland, want dat kwam er dan nog het dichtst bij in de buurt. En dat koken bleek het toch ook niet helemaal te zijn. Dus ik heb een hoge hotelschool gedaan en heel veel horeca en catering, hospitality branche gewerkt. Ook al aangaf, is het toch een hele andere richting opgegaan. En doe ik nu iets heel anders dan ik toen deed. En heb ik een man die altijd kookt, dus zelfs koken doe ik niet meer. Nou, goed voor elkaar is, kijk waar ik er dan los van was. Mijn man die heeft niet zo heel veel tijd om te koken, maar toch een hele andere, toch wel een hele andere kant eigenlijk op gaan. Hè. Eerst het koken en nu toch rouwtherapeuten. Ja. We gaan straks van jou ook horen hoe dat allemaal zo gekomen is. Ik ga eerst even in met Mieke op haar expertise, dus wat ze doet als yoga-docenten en het schrijven van het boek en dergelijke. En dan kom ik bij jou terug. Mieke, de volgende vragen zijn voor jou. Jij hebt een boek geschreven, In de Waan van het Leven. Waardoor kwam jij erop dat je dit boek had geschreven? En waar gaat het boek precies over? Ja, hoe ik erop kwam heeft eigenlijk meerdere redenen. Om te beginnen herkenning. Mijn vader heeft bijna 4 jaar geleden zelfmoord gepleegd. En
Nou, ik kwam in een proces terecht waar ik niet zo goed wist wat ik ermee aan moest. Ik kwam vooral in het begin behoorlijk in een emotionele shutdown. Mensen zeiden ook, het is erg wat er is gebeurd. Neem je tijd, wees lief voor jezelf. En ik dacht echt alleen maar, hoe dan? Ik had wel het idee bedacht dat ik dan toch maar in therapie moest gaan. Maar goed, dat was niet meteen voorhanden. En ik merkte dat ik heel erg houvast nodig had. En dat ging ik zelf zoeken in verhalen van anderen, onder andere in boeken. En ja, dat heeft mij ook wel heel erg geholpen. Zowel herkenningsverhalen van de rouw na zelfdoding, maar ook wel van het leven met een naaste die psychische problemen heeft. En toen ik op een gegeven moment ook ging schrijven, als ik die herkenning nodig heb, als ik daar op zoek naar ben, dan geloof ik dat daar heel veel anderen ook wel behoefte aan hebben. En dan zou ik ook wel heel graag mijn herkenning, middels dat boek, onder andere door willen geven. Nou, een andere reden dat ik het geschreven heb, is het taboe. Ik heb wel ondervonden dat er nog ontzettend taboe op zelfmoord rust. Ik denk ook dat ik dat een van de lastigste dingen in mijn rouwproces vond. Dat je er niet goed over kan praten. Dat mensen toch een heel lastig onderwerp vinden. Dus om het onderwerp wat meer onder de aandacht te brengen. En dat taboe, nou goed, ik heb niet in de illusie dat ik dat taboe er met mijn boek nou van afhaal. Maar dat is wel ook een beweegreden geweest. Verder is het schrijven voor mij heel persoonlijk ook gewoon heel heel. Ook vanwege dat taboe. Want ik had het idee dat ik mijn verhaal niet altijd kwijt kon. Omdat mensen er toch wel wat... niet heel, heel veel mensen er niet graag over praten. Ben ik gewoon alles op neer en lukken raak echt alles wat ik kwijt moest. Nou, dat heb ik laatst ook maar eens weggegooid. Maar dus dat het helend werkt, dat is ook een reden. En op een gegeven moment had ik al het idee om er ook een boek van te maken. Dus ik ben een schrijfcursus gaan volgen en er was een uitgever die interesse had. En de laatste reden, dat is eigenlijk ook een hele persoonlijke, dat is dat mijn doofpot te vol zat. Ik heb dan ook nog wel wat andere dingen meegemaakt in mijn jeugd. Wat ik net al zei, mijn ouders gescheiden en ook mijn moeder die niet in staat was om meer voor mij te zorgen vanaf dat ik 11 was. Nou, als klein kind heb ik dat vanuit schaamte vooral echt zo in een heel diep in een doofpot gestopt. Ik heb daar nooit over gepraat. En al helemaal niet mijn gevoelens erover geuit. Dat heeft me ook wel geleid dat ik een dissociatieve stoornis heb opgelopen. Dat is dat je niet zo goed bij je gevoel zit, of helemaal niet. En na mijn vaders overlijden was gewoon letterlijk... die doofpot was gewoon vol. Dat moest er gewoon uit het verhaal. Dus dat zijn eigenlijk vooral mijn beweegredenen geweest om te gaan schrijven en om uiteindelijk ook dat boek uit te geven. Waar het over gaat, over een dochter dan met een vader die last had van psychotische wanen. En waarvan die dochter, dat dus niet wist. Ik wist dat pas na zijn overlijden. Nou is hij daar ook pas heel laat in gediagnosticeerd. Voor zover ik weet, een jaar voordat hij overleed. En ik ben met terugwerkende kracht wel gaan beseffen wat voor impact dat op mij had. Mijn vader had af en toe wat vreemd gedrag. En het boek gaat er heel erg over. Het speelt zich eigenlijk af op het moment dat hij overleden is, tot een paar dagen later. In de hectiek van de uitvaart, bezoek wat komt. En ook wel de... de emotionele shutdown, zeg maar, de shock van mij dan. Dus het is ook heel luchtig geschreven, want ik was op dat moment voor mij ook heel luchtig. De ellende kwam pas later. En dan met flashbacks eigenlijk naar mijn verleden, waarin dan mijn vaders gedrag, wat soms super grappig was. Hij was excentriek, hij was echt iemand met wie je weg was leuk, maar dat is ook wel een grens. En waar ik dan met terugwerkende kracht achter kom van, god, dat zijn waarschijnlijk ook psychotische wanen geweest. En wat ik ook wel met het boek wil vertellen, wat er ook wel, vind ik, uitkomt, is dat je als je psychotisch bent, of als je zelfmoord pleegt ook, dat zijn niet mensen alleen maar die knettergek zijn of die eng zijn, eigenlijk helemaal niet. Mijn vader was echt de liefheid zelf, hè.
die deed echt niemand kwaad. Ja, behalve zichzelf. Dus het is ook best, ja, het is eigenlijk heel luchtig ook. Het is ook, dat is ook wat ik terugkrijg, humoristisch geschreven. Hij was ook echt humoristisch, maar daar lag dan ook wel weer dat, ja, die grens was soms wel lastig met, ja, vreemd gedrag. En ook wel wat het dus met een dochter doet als je, wat ik ook niet, hij was eigenlijk een lange tijd mijn enige ouder. Wat het als dochter doet als je dus, ja, één ouder hebt die, nou ja, abnormaal gedrag vertoont, waarvan je dan denkt dat dat wel normaal zal zijn. Dus ja, dat is eigenlijk waar mijn boek over gaat. Dus vooral over, niet zozeer over de rouw, maar vooral over het verleden eigenlijk. Ja. Ja, het is een heel heftig en openhartig verhaal, Mieke. Dat is echt heel, ja, voor ons mooi om naar te luisteren. Dat je er zo openhartig en zo goed alles kunt benoemen, zeg maar. Als kind van 11 vertelde je ook van, toen ben je blijkbaar bij je vader gaan wonen. Want je moeder kon toen niet voor je zorgen. Dus blijkbaar ben je door je vader toen opgevoed. Ja. Ja, waardoor je, en als kind accepteer je natuurlijk ook heel veel van je ouders. Je hebt ook niet in de gaten wat er precies aan de hand is. Dus dat, is, ja, dat gaat eigenlijk zo door. En op een gegeven moment denk ik dat je een beetje in de, misschien in de overleefstand ben beland. En uiteindelijk toen de emotionele emmer helemaal vol zat, komt echt alles er pas uit. Dan kun je echt pas de puzzelstukjes allemaal op zijn plek gaan leggen. Tenminste, als ik jouw verhaal helemaal zo volg. Jij kunt heel openhartig zijn in je verhaal. En het is best bijzonder, want je bent ook nog redelijk jong. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat niet kunnen. Die ook iets soortgelijks meemaken. En zoals jij dan, een zelfdoding van je vader, maar een zelfdoding van een kind of een partner of een familielid. Die daar minder openhartig in kunnen zijn. Jij kon het van je afschrijven. Je hebt er een boek over geschreven. Je zocht ook echt erkenning en herkenning bij mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Of een voorbeeld te zijn hoe het bij jou was gegaan. Wat kun je vertellen wat voor reacties je op het boek hebt gekregen? Hoe gingen mensen daarmee om? Wat zeiden ze over dat boek? Het is nog niet zo lang uit, hè? Vorig jaar pas is het uitgekomen, volgens mij. Of afgelopen jaar. Kun je daar iets over vertellen? Of voorbeelden geven over de reacties van mensen? Hoe ze met jouw boek omgingen? Ja, nee. Het is helemaal niet zo lang uit. In december is het uitgekomen. Nou, over het algemeen echt superleuke reacties. Ook, dus dat is wel grappig, van mensen uit mijn omgeving. En die mij bijvoorbeeld ook al van vroeger kenden. Heel veel erkenning over, ja, hoe lastig het moet zijn geweest. Ik bedoel, ik heb dat zelf niet beseft. Omgeving ook niet. En dat neem ik ook helemaal niemand kwalijk, want dat, ja, dat stopte ik zelf ook in een doofpot. Dus heel veel erkenning van, goh, ja. Ik ben er dus na mijn vaders overlijden heel erg met mezelf in therapie ook mee bezig geweest. Dus het is ook wel heel fijn om dan die erkenning te krijgen. Want voor andere mensen die hebben dat destijds meegemaakt, net als ik. Ik ben zelf natuurlijk wel gaan, ja, ik heb wel ondervonden dat het wel lastig was. Dus ja, heel veel erkenning. Het is ook wel grappig. Een collega bijvoorbeeld, dat ging dan meer echt over de zelfmoord van mijn vader. Die zei na het lezen van mijn boek, terwijl dat boek gaat ook heel erg over daarvoor. Maar die zegt van, jeetje, wat moet dat heftig zijn geweest. Ik wist wel dat het heftig was, maar door je boek besef ik me echt de impact. Dat vond ik best wel bijzonder. Blijkbaar ben ik er ook iets beter over om het op te schrijven dan om het te vertellen. Want wat jij zegt is wel mooi praten, wel heel makkelijk over, maar ik vind het wel heel moeilijk, omdat ik weet dat het voor anderen vaak lastig is. Dus ben ik daar wel heel vaak heel terughoudend in. Al leer ik nu ook wel gewoon om mijn eigen verhaal te doen. Ik heb ook wel een paar reacties gehad van mensen die er iets minder blij mee zijn. Vooral met mijn openheid. Ja, er komen natuurlijk ook andere mensen in het boek voor. Dus ja, maar dat schijn je dus, heb ik me laten vertellen, bij elk boek te hebben. Ook als het niet zo'n zwaar onderwerp is, dat je toch over mensen zijn die niet zo blij mee zijn. Ja, wat ik er ook op terugkrijg is dat het is eigenlijk als een roman geschreven. Dat kwam meer, dat was niet echt mijn idee, maar omdat mijn schrijfcursus vooral daarop gericht was. Dus ik krijg ook heel erg terug over dat het makkelijk leest, dat het heel luchtig is, zwaar onderwerp, lichte toon. Dus ik denk dat het ook best wel leuk kan zijn voor mensen, of leuk. Nou ja, voor mensen die misschien niet per se iets met het onderwerp hebben. Dat krijg ik ook wel terug. Makkelijk lezen en heel humoristisch, ondanks het zware onderwerp. Dus ook een beetje wat jij zegt, van je bent er zo open over. Het onderwerp is misschien zwaar, maar het verhaal hoeft dus niet per se heel zwaar te zijn. Ja.
Ja, het is ook heel mooi. Ik heb je natuurlijk een paar keer, ik heb een keer een telefoon gehad en zo. En dan kom je ook echt over als iemand die gewoon elk grapjes en vrolijk. En terwijl je dan het woord zelfdoding hoort, ik denk, wow, weet je wel. Dat, ja. Dus jij probeert zelfs nog met andere mensen rekening te houden. Van dat zij zich daar dan een beetje onplezierig door kunnen voelen of zo. Terwijl jouw eigen verhaal dan zo heftig is en je hebt zoveel meegemaakt, als ik het ook zo hoor. Dat je zelf dan nog uiteindelijk, en misschien ben je dat ook wel gewend, of zit dat in het hele proces ook, dat je natuurlijk van moeder en vader wat problematisch was in de jeugd, dat je ook dat gewend bent om altijd maar voor die ander ook te denken, zeg maar. Dus dat dat toch ook een beetje in jouw aard zit om anderen op hun gemak te stellen. Tenminste, dat gevoel had ik ook heel erg, dat ik denk, jeetje, zo iemand die zoveel meemaakt, die kan nog zo blij en vrolijk even goed zijn, want dat straal je ook op zich wel uit. Dus, maar op zelfdoding heerst nog steeds een beetje een taboe. Net wat je zelf ook zegt. Hoe ging je daarmee om? En wat probeerde je er dan te doen als mensen daar een beetje zoiets hadden van, hoe kun je daar iets over vertellen? Ja, dat vind ik echt heel lastig. Dat vond ik het allerlastigste, denk ik wel, van het hele proces. Want ik merkte gewoon dat ik zo graag... En wat jij ook net zegt, inderdaad, als je al een ouder hebt die psychisch wat problemen heeft, dan heb je wel geleerd om vooral om heel erg voor een ander te zorgen. Dus vooral in het eerste jaar probeerde ik heel erg voorzichtig te zijn. Maar ik voelde al gelijk van... En ik denk ook een beetje met wat ik zei, die doofpot is te voelen. Ik heb vroeger zoveel weggestopt. Ik voelde zo die behoefte. Ik denk, ik moet hier echt... Dit moet eruit. Hier moet ik over praten. En het grappige is, of het is eigenlijk helemaal niet grappig. Mensen zeggen dan ook van... praat erover. Maar als je er dan over wil praten... Ik heb echt mensen heel angstvallig wegkijken of... onderwerp veranderen. Ja, hoe ging ik ermee om? Ja, in het begin heel voorzichtig. Ik heb wel gewoon echt ook ik ben ook in therapie gegaan, echt wel geleerd om om mijn verhaal er te mogen laten zijn. Je leert op een gegeven moment ook wel iets meer bij wie je er wel wat makkelijker over kan praten. Maar ik heb echt wel een paar keer behoorlijk, een deksel op je kop, hoe zeg je dat? Dat je erover wil praten en dat niet kon. Dat is zo ontzettend pijnlijk. Het maakt me gewoon echt nog steeds boos en verdrietig tegelijk. Ja, dat is ook wel een heel gevoelig ding. De terminologie, de een zegt zelfdoding, de ander zelfmoord. En ik begrijp dat dat voor iedereen anders kan zijn. Maar ik ben ook op het matje geroepen waarom ik de term zelfmoord gebruik. Terwijl dan denk ik, er is iets heel ergs gebeurd. En dat is ook best wel kwetsend. Je kan er niet altijd, of tenminste ik dan, omdat ik heel erg rekening houdend ben met anderen. Ik kan er niet in mijn eigen woorden over praten. Ja, op een gegeven moment weet je wel met wie je er natuurlijk wel en niet goed over kan praten. En heb ik ook wel in mijn therapie geleerd om iets meer scheid te hebben, om maar zo te zeggen, aan wat anderen ervan vinden. Want mijn therapeut zei ook, er is iets heel ergs overkomen. Je kan niet altijd, je kwetst jezelf ook door alleen maar rekening met anderen te houden daarin. Ja. Vertel je heel mooi, Mieke. Ja, dat is, jij moet jouw pad daarin vinden. En jij hebt dat portie allemaal op je bord gekregen. En op een gegeven moment zit die emmer vol. Dan moet je wel mee dealen, inderdaad. En prachtig dat je in al die... Ja, dat je overal daarin een voorbeeld kunt zijn voor anderen. En dat je zelf heel veel kan verwerken door te schrijven en het van je af te schrijven. Heel goed om te zien. En ook inderdaad dat stukje van altijd rekening houden met anderen. Dat, jij bent zelf belangrijk, hè? Daar gaat het ook om. Van, wat heb jij nodig? En, dat anderen daar steun uit kunnen halen, prima. En de mensen die daar niet voor openstaan, ik denk dat die dan ook maar gewoon een beetje bij de zijlijn moeten blijven staan. Want die zijn dan voor jou niet goed. Dan denk ik dat dat voor jou ook niet werkt. Ik weet niet, zag jij het bij je vader aankomen? En kun jij iemand die echt die ideeën heeft, hè, van, om een einde te maken aan zijn leven. Wat zou jij daarvoor advies voor kunnen geven? Zag jij dat bij jouw vader aankomen? Je was natuurlijk ook nog jong. En zou je daar iets over kunnen zeggen van mensen die ook in die problemen zitten of die gedachten hebben? Bij mijn vader. Het is, ik denk dat je zoiets nooit echt ziet aankomen, maar het is wel grappig. Die week daarvoor heb ik het aan mijn moeder en aan een vriendin niet toevallig, uitgesproken van hij zal zichzelf toch niet iets aandoen. Dus ik denk dat ik het diep van binnen toch wel voelde, wat de shock zeker niet minder maakt. Ja, wat ik mensen zou aanraden, en ik vooropstellend, ik ben geen deskundige op het gebied van suïcidepreventie, maar vanuit mijn ervaring als dochter van een vader die dan zelfmoord gepleegd heeft, en ook wel vanuit mijn eigen ervaring als... dat ik er ook wel een tijdje mentaal heel slecht heb gevoeld. En ook eigenlijk simpelweg
een doodswens had. Ik heb geen concrete plannen gehad, maar de doodswens in combinatie van, oh, mijn vader doet het, misschien ga ik het ook wel doen, heeft mij wel veel gedachten daarover gegeven. Ja, mijn advies, ik zou aanraden, bedenk eerst goed iemand in je omgeving bij wie je het denkt kwijt te kunnen en dan praat erover. Ik merk dat ik heel vaak lees en hoor van, praat erover, maar simpel is het niet, want in mijn ervaring, heel veel mensen willen het niet over praten. Ik heb het ook wel eens gezegd, dat ik zei van, nou, ik denk dat het mij ook gaat overkomen. En dat mensen letterlijk te horen gekregen van, niet van die gekke dingen zeggen, of jou gebeurt dat niet. Dus ja, dat alleen praten erover vind ik iets te makkelijk. Ik zou denken, echt bedenk goed wie je daarvoor in vertrouwen neemt en hebt. Want ik kan me ook voorstellen, want het is gewoon voor heel veel mensen lastig. Die zei, ik snap dat ook wel. Je weet ook niet wat je moet zeggen als iemand daarmee aankomt. Ja, zoek of bel bijvoorbeeld of neem contact op met 113, de zelfmoordpreventieorganisatie. Want daar zitten altijd mensen die kunnen luisteren, die willen luisteren. En wat ik ook heel erg aan zou raden, ook vanuit mijn eigen ervaring en als ik naar mijn vader kijk, neem therapie waar het past. Want ik geloof ook heel erg, wat heb ik zelf ervaren en ik denk ook voor mijn vader, dat als het niet matcht in de therapie, dat dat niet gaat werken. Sterker nog, dat het ook de andere kant op werkt. En ik snap wel, mensen die natuurlijk die gedachten hebben, zijn al behoorlijk ver en wanhopig. En dat heb ik ook wel gehad, dat ik had ook een therapeut waar het niet klikte. Maar ik was zo wanhopig, ik dacht, nou weet je, die zal het wel weten, dat is de expert. Maar ik geloof in de relatie tot je therapeut, dat in wat voor staat je ook verkeert, dat je zelf wel heel goed weet of het matcht of niet. En mits dat natuurlijk mogelijk is om te switchen, want ik kan me ook voorstellen dat je vanuit GGZ iemand toegewezen kreeg. En wat mij zelf heel erg geholpen heeft, is lichaamsgerichte therapie. En dat is helemaal niet heel zweverig. Mijn psycholoog is gewoon een erkende psycholoog en die werkt ook heel erg vanuit het lichaam. Want ik geloof wel dat trauma's vaak aan de grondslag liggen van, nou ja, wanhoop en ziektes. En dat dat, ja, begint, dat het gaat nestelen in je lichaam. Dat het dus dat daar begint. Ja, dat zou mijn persoonlijk, dat heeft mij geholpen. Ja. Nee, mooi dat je dit zo kan benoemen allemaal, Mieke. En dus jouw advies is, zoek hulp. Maar wel met iemand met wie je goed kunt, ja, met wie de klikker echt is. Dat je ook echt zelf het gevoel hebt dat je dan met iemand praat met wie het echt goed klikt. En dat heel belangrijk is. En ja, wat jij vertelt over dat je vader ook toen zelfmoord had gepleegd. En dat jij zelf zegt van, oh, maar ik zit heel slecht in mijn vel en ik voel me helemaal niet goed. En ik ga dat vast ook doen. Dat het ook een stukje angst is natuurlijk van jou. Hè? Ja. Het is ook een stukje angst wat er dan bij komt. En ja, wat je bezighoudt. En, dus jouw advies is eigenlijk echt om hulp te zoeken. 113, ook de zelfmoordlijn te bellen. En dat je er niet te veel mee in je eigen hoofd mee gaat zitten. Maar toch daar iemand voor vindt die jou daar goed in kan begeleiden. Ik wil nog even één vraag stellen en dan ga ik even naar Hiske. Even over Hiske horen wat Hiske de verhaal is. Je bent yogalerares, Mieke, en je werkt op de redactie van Psychosenet. Hoe ziet jouw werk er op de redactie uit bij Psychosenet? Kun je daar nog iets over vertellen? Ja, nou, dat is echt redactioneel werk. Psychosenet is een platform waar je van alles vindt. Informatie over psychoses, maar eigenlijk veel breder. Ervaringsverhalen, je kan ook anoniem en zonder betaald aan experts vragen stellen. En wat ik daar doe is redactiewerk, dus het redigeren van ervaringsverhalen van die vragen voordat ze op de website plaatsen. En wat ik daar ook doe is, ik vind ook blogs van mij en dat gaat dan over mijn leven met mijn vader, maar ook heel erg over vooral nu. De rouw, mijn herstelproces, de therapie ik heb gedaan en nu in de afgelopen paar blogs ook heel erg goed met de coronacrisis omgaan. Dus dat in het kort. Het is ook geen fulltime baan hoor. Ik werk daar 8 tot 10 uur per week. En mijn eigen verhaal delen. Ja, mooi. Ik denk dat je daar goed de goede combinatie kan vinden. Je kunt nog aan jezelf werken. Je werkt op de redactie. Je schrijft je
blog. Het is ook lekker de uitlaatklep. Maar je kunt er dus ook zijn voor andere mensen, wat natuurlijk ook veel voldoening geeft. En een boek, yogalerares, ook lekker. Dus ik denk dat je gewoon een prachtige combinatie hebt op dit moment. We gaan straks nog even bij jou terugkomen, ja. Want we hebben natuurlijk nog van allerlei vragen. Ik weet niet of Ingrid al een... Ingrid steekt de vinger op. Die wil jou heel graag nog een vraag stellen en dan gaan we naar je. Oh. Ja, Mieke, de vraag die ik heb is, ja, je vertelde al, er is een taboe dit soort verhalen, je verhaal te vertellen is een taboe. En mijn vraag is tweeledig, heb je door het schrijven van je boek of door het praten met een therapeut, weet je wat ongeveer de redenen zijn waarom mensen er niet over durven te praten? En welke tip heb je dan voor mensen, als ze voelen het is taboe, ik wil er niet over te praten, om het toch te... Ja, goede vraag. Nou, waarom het taboe? Persoonlijk gezegd, ik snap echt niet dat dit onderwerp nog een taboe is. Echt niet. Ik kan er eigenlijk met mijn pet niet bij. Echt niet. Persoonlijk gezegd snap ik het gewoon niet. Ik denk wel dat de dood voor mensen ook heel een lastig onderwerp is. Dat heb ik persoonlijk gezegd ook niet, nooit gehad. Ik heb er eigenlijk met mijn therapeut ook niet echt over gehad waarom dit een taboe is. Het ging dan meer over mezelf. En je tweede vraag was, als mensen er niet over willen praten... Ja, of wanneer mensen het moeilijk vinden om naar te luisteren. Ze worden geconfronteerd met het verhaal van iemand. Ja. Het is een taboe. Wat zouden ze dan wel kunnen? Ja, ik zou zeggen, luisteren. Want je hoeft echt niet iets wijs te zeggen. Maar ja, ik heb dus wel eens te horen gekregen, niet van die gekke dingen zeggen. En ik heb ook wel eens te horen gekregen... Jou gebeurt dat niet. Jij ziet er zo vrolijk uit, maar zo werkt het echt niet. Zwak een kwetsbaarheid hebt en je bent heel vrolijk, dat het misschien juist zorgen baat. Ik zou zeggen, wees echt niet bang om iets verkeerds te zeggen en luister gewoon. En zeg desnoods van, jeetje wat vervelend, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja, dank je. Te horen, luister gewoon. Je hoeft niet meteen met oplossingen voor iemand te komen, maar dan gewoon om te zijn en gewoon een luisterend oor te bieden is vaak al een hele troost voor iemand die zoiets meemaakt. Dus goed advies, dankjewel Mieke. Ik ga even naar Hiske. Hiske, jij bent ondertussen rouwtherapeut. Dat ben je geworden na een verlies in je leven. Kun je daar iets al meer over vertellen? Ja, 5 jaar geleden is mijn zoontje overleden, Hugo. Volledig onverwacht tijdens de bevalling. Dus ik had een perfecte zwangerschap en niks aan de hand. Dus wij waren ons gewoon aan het voorbereiden op ons leven met een baby, met een kind. En toen ik 41 weken zwanger was en beviel, toen volledig out of the blue werd hij stil geboren. Dus hij ademde niet toen hij geboren werd. En ze hebben nog een half uur gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Dus in plaats van dat wij met een gezonde baby en ons leven als ouders gingen starten, kwamen we midden in een rouwproces terecht. Ook iets waar we helemaal niet over na hadden gedacht. We moesten ineens beslissingen nemen en over dingen nadenken die helemaal niet... die we helemaal niet hadden zien aankomen. En niet dat het dan makkelijker of moeilijker is, maar het contrast was wel heel groot. Van nieuw leven ineens naar een afscheid organiseren. Ja. Ja. Ja, heftig verhaal ook, Hiske. Van eigenlijk dat je een blijde moeder en een gezond kindje kreeg. In een totale rollercoaster van emoties. Iets wat je overkomt en wat je blijkbaar ook niet tijdens de zwangerschap al in de gaten had. Dat echt op dat moment dat je kindje geboren werd, dat het toen pas... dat het kindje toen levenloos ter wereld kwam na 41 weken. Je bent daarna, ben je dus ook... Je gaat verdiepen in rouwverwerking en je doet coachingswerk en trainingswerk. Dat is tweeledig. Je begeleidt dus eigenlijk mensen die hetzelfde meemaken als jij, dus die een kindje verliezen. Maar je begeleidt ook mensen die vanuit hun werk zorgprofessionals zijn. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, nadat Hugo overleed, kwam ik zelf natuurlijk in een rouwproces en nou, het bijzondere is ook wel dat als ik naar Mieke luister, dat er heel veel overeenkomsten zijn. Ook al is het een heel ander verlies,
is de reden daarbij komt toch ook wel vergelijkbaar. In de zin van de omgeving, mensen die niet weten wat ze moeten zeggen en niet over durven te praten. Nou, het woord taboe kwam al voorbij. Nou, dat zit hier ook nog wel een beetje op. Dus in dat opzicht zitten er wel veel raakvlakken. En eigenlijk een aantal jaar later ontdekte ik van ik wil hier iets mee. En ik heb zelf ook wel iets gemist in dat proces. Dus hoe ga ik dat aanpakken? En toen ben ik eigenlijk opleidingen gaan doen ook over rouw. Hoe werkt dat nou officieel gezien? Dus niet alleen hoe ik het heb ervaren, maar hoe zit dat? En ben ik eigenlijk ouders gaan begeleiden die een soortgelijk verhaal hebben. Dus die ook een kindje verliezen in de zwangerschap of bij de bevalling of in de periode daarna. En ik ontdekte eigenlijk dat de begeleiding die je in het begin krijgt, dus vanuit de zorg, vanuit de verloskundige, vanuit het ziekenhuis, heel veel invloed heeft ook op het rouwproces wat erop volgt. Dus eigenlijk wat Mieke ook al aangaf, hoe de betrokkenheid is, ook vanuit de zorg, dat kan enorm helpend zijn. Dus eigenlijk help ik indirect ouders die dat nu meemaken door de mensen op te leiden die werken met deze ouders. Dus ik geef trainingen over rouw en verlies en dan specifiek over babyverlies. Aankraamverzorgende, verloskundigen, echoscopisten, eigenlijk iedereen die daarmee te maken heeft. En op die manier help ik eigenlijk indirect dus de ouders ook. Ja, heel mooi. Het is een heel duidelijk verhaal wat je doet en waarom ook. En ja, blijkbaar is het voor mensen dan toch, wat jij ook constateert, met wat Mieke ook zegt, als zodat je kwetsbare kant is en bij je emotie komt, dat mensen dat toch nog altijd heel moeilijk vinden om, daarnaar te luisteren. Dat ze het liever dan over iets vrolijks gaan hebben en dat het toch nog steeds heel dichtbij komt en in je kwetsbaarheid om daar dan aandacht aan te geven. Kun jij ook uitleggen, je zag al wat raakvlakken met Mieke, die ook dan in een soort rouwproces zit door de zelfdoding van haar vader. Wat verschillen zijn, dus dat je rouw dus een kindje verliest, wat is het verschil met die rouwverwerking, bijvoorbeeld met als je een dierbare verliest, of kun je daar iets meer over zeggen? Ja, het grote verschil is eigenlijk dat als je een dierbare verliest die ouder is geworden, dus bijvoorbeeld je vader of je moeder of iemand die dichtbij staat, dat er veel gezamenlijke herinneringen zijn. Dus je verliest eigenlijk een deel van je verleden. En op het moment dat je een kindje verliest, wat je eigenlijk zelf ook nog niet echt kent, verlies je dus je toekomst. En verlies je de herinneringen die er niet zijn en die er ook nooit zullen komen. En sommige mensen zeggen dus ook van, waarom rouw je eigenlijk? Want je kende hem niet eens, of hij heeft niet eens geleefd. Over pijnlijke opmerkingen gesproken, daar heb ik er nog wel een aantal van. Terwijl mensen niet snappen dat dus juist de pijn is. Dat je dat dus juist niet weet. Dat je dus niet weet hoe hij geworden zou zijn, wat zijn lievelingseten was geweest, wat de kleur van zijn ogen was, weet ik niet eens. Omdat hij heel dicht had voor. Dus daar zit juist de pijn heel erg. En ik denk dat het grootste verschil is in de rouw van bijvoorbeeld een Anita heeft meegemaakt, is dat mensen die hebben haar vader gekend. Dus die kunnen daar dan ook naar vragen of herinneringen ophalen. En in mijn geval, als mensen iets willen vragen of zeggen, ze weten het eigenlijk niet, want ze kennen hem niet, ze hebben hem hooguit een keer gezien, maar daar houdt het dan. En dat maakt het niet makkelijker of moeilijker. Ik geloof niet in een vergelijk in wat erger is of minder erg. Andere van uiten is. En dat juist het complex maakt. Dat je die herinneringen niet hebt en dus ook niet kunt delen. Nee, ik snap precies ik snap wat je zegt. Inderdaad, dat je eigenlijk je niet weet, hè, want mensen zeggen, je weet niet waar je over uit, want je weet ook niet hoe het kind geworden zou zijn. Maar dat is juist ook de pijn. Je kijkt daar wel 41 weken naar uit en heb voorstellingen van hoe ziet mijn kind eruit? En dan ga ik eindelijk mijn kindje zien. Hoe ziet het eruit? En hoe wordt hij? En dat denk ik dat ook alleen maar te delen is, die pijn met mensen die ook datzelfde dan meemaken. Dus die ook een kindje verloren hebben. En inderdaad, de rouw van Mieke bestaat weer inderdaad dan weer uit een andere vorm. Omdat die iemand verliest met wie ze ook een tijd geleefd heeft, zeg maar. Dus daarin geef je dan ook het verschil aan. De pijn is natuurlijk, je kan de pijn nooit
vergelijken. Het is anders, maar het is allemaal pijn natuurlijk wat je merkt. Wat heb je ervoor moeten doen? Heb je opleidingen voor moeten volgen om deze rouwtherapeut te worden? En hoe zorg je ervoor dat je bij kunt blijven? Moet je daar ook nog bepaalde dingen voor lezen of cursussen voor volgen? Ja. Ik heb een aantal opleidingen gedaan, vooral rouwgerelateerd, maar ook coaching in rouw. Dus hoe begeleid je mensen die hiermee te maken hebben? Wat zijn nou de vrienden? Waar lopen mensen vast? Wanneer wordt het complex? Dus allemaal dat soort dingen leer daarin. En dat is ook zeker iets wat je bij moet blijven houden, zoals je denk ik in elk vakgebied dat doet. Ontwikkelt dat ook en zijn er altijd weer nieuwe theorieën of nieuwe inzichten en ik ga het boek van Mieke ook zeker lezen, dus ik vind ook vanuit interesse dat je weer kijkt van hoe doen andere mensen dat en hoe gaan ze daarmee om, dus eigenlijk staat mijn boekenkast vol met boeken over rouw en verlies en dat omdat je daar ook alles over wil weten over wil leren. Dus dat blijft een constant leerproces. En wat jij ook aangeeft, is wat bij mij dus heel erg helpt, is dat ik naast die kennis het zelf heb meegemaakt. Dus ik krijg heel vaak ouders, en in de praktijk zijn dat toch vooral vrouwen, die ook aangeven, ik heb hulp gezocht, maar ze hadden geen idee waar mijn pijn zat. Wat mijn probleem is, om het maar zo te zeggen. Bij mij, ik weet precies waar het over gaat. Als iemand een zin begint, weet ik eigenlijk al hoe die afloopt. Omdat die rouw voor iedereen anders is. Maar dat daar toch ook wel heel erg veel overeenkomsten in zitten. En heel veel dezelfde pijn in zit. En dat maakt dat ik ook heel praktisch kan begeleiden. In de zin dat mensen heel vaak vragen, goh, hoe heb jij dat dan gedaan? Of hoe pak ik dit aan? Ik krijg nu weer een echofoto in mijn app ongevraagd. Hoe ga ik daarmee om? Dus inderdaad het onbegrip vanuit je omgeving. En hoe doe ik dat? En ik merk dat vooral een hele grote toegevoegde waarde heeft. Ja, dankjewel. Het is een heel mooi verhaal. En volgens mij doe je heel mooi en bijzonder werk. Kun je nog even aangeven waar mensen die zitten te kijken jou kunnen vinden? Als ze contact met je op willen nemen, kun je dat even aangeven? Ja, dat kan via mijn website. Dat is heel simpel. Dat is www.hiskekuilman.nl. Daar kun je informatie vinden over mij. Ik heb ook een aantal gratis dingen die je kunt downloaden. Ik heb een tijdschrift gemaakt, Hugo Magazine. Die kun je ook bestellen daar. En ik geef volgende week woensdag ook nog een gratis webinar voor ouders. Kun je ook op mijn website meer informatie over vinden. Dus als je mij googelt, kom je er ook terecht. Nou, heel erg bedankt, Iske. En ik hoop dat je ook een keer bij de Hartelijke Huiskamer straks, als het weer mogelijk is, hè, dat we samen eens een mooie avond kunnen organiseren voor mensen die dit hebben meegemaakt. Ja. En misschien met jou, Mieke, ga ik dat ook nog wel een keer doen in de toekomst, over om jouw boek een presentatie een keer te hebben hier voor mensen die dat leuk vinden om te volgen. Dus gaat vast goed komen. Even kijken, heb jij al een vraag voor de... Ja, Ingrid heeft een vraag voor Iske. En dan ga ik even met jullie nog over de huidige tijd praten. Ja, ik heb twee vragen, Hiske. De eerste vraag is, in het begin vertelde je dat je dingen hebt gemist, hè, in de behandeling of hoe mensen met je om zijn gegaan. En ik ben nieuwsgierig, wat hadden mensen moeten doen? Hè? Wat als het goed was gegaan, wat hadden ze dan gedaan wat je nu hebt gemist? En mijn tweede vraag is, wanneer je iemand in je omgeving hebt die een kindje heeft, die doodgeboren is, staat er dan ook informatie op jouw website hoe omstanders ermee om kunnen gaan? Want ja, je vertelde al, de meest rare dingen gebeuren, mensen echt met hun bord voor het hoofd, met zo'n onwetendheid. Dus hoe kunnen mensen in de omgeving van een ouder die een kind heeft verloren daar rekening mee houden? Om op je eerste vraag antwoord te geven, wat ik zelf heb gemist, was vooral ook in de hulp die ik daarna kreeg, het praktische deel ook, wat ik nu zelf ook vooral doe. De reactie die ik eigenlijk altijd kreeg was, oh wat heftig, oh wat vreselijk. Ja, dat is wel het ergste wat je mee kunt maken, je kind verliezen. Ik denk, ja, dat weet ik wel, want dat heb ik meegemaakt. Maar help me verder dan, hoe ga ik daarmee om? En hoe pak ik mijn leven op? Hoe ga ik verder hiermee? En
En ik hou niet van verwerken en niet van loslaten, niet plekjes geven en zo. Daar geloof ik allemaal niet in. Maar je neemt het wel mee in je leven. Maar hoe dan? Nou, en dat deel miste ik heel erg. En dat is dus ook het deel waar ik zelf heel erg de focus op leg nu. En jouw tweede vraag, ja, die heeft eigenlijk Mieke al beantwoord. Want luister gewoon. Wat jij ook al zei, je kunt het niet oplossen. Maar elke ouder praat graag over zijn kind. Of die nou leeft of niet. Dus ook ik was moeder geworden. En ook ik wilde over mijn kind praten. En ik kon het niet hebben over slapeloze nachten of krampjes of eerste stapjes, al die dingen. Maar ik had wel heel erg de behoefte om zijn naam te horen, om te vertellen. Al was het voor de 10e keer hetzelfde verhaal. En mensen hoefden dus ook alleen maar te luisteren. Dat was het enige wat ik eigenlijk van mensen wilde. En dat is dus ook wat ik meegeef aan mensen in de omgeving. Vragen na. En vraag ook, wil je er nu over praten? Of misschien niet? Want ook dat verandert per dag of soms wel per uur. Dus als ik vandaag zeg dat ik het niet wil, betekent niet dat ik het nooit meer wil. Maar dan wil ik het alleen nu niet. En daarna vragen, een naam blijven noemen, stuur een kaartje op een verjaardag. Dat zijn van die dingen die zo belangrijk zijn. De erkenning dat je kind heeft geleefd en de erkenning dat je ouder bent geworden. Ik denk dat voor eigenlijk bijna alle ouders het allerbelangrijkste is. En ik schrijf daar ook wel eens wat over. Mijn focus ligt wel op de ouders. Maar juist door dat te lezen. Ik schrijf heel veel blogs. Op mijn eigen website ook. Er staan er wel een stuk of 70. En juist door dat te lezen voel je ook de kant van de ouders. En krijg je ook wel een beeld van. Hey, wat hebben ze dus nodig? Dus ik zou zeker ook mensen adviseren die iemand kennen. Van kijk daar eens en lees daar eens over. Daar kun je al heel veel uithalen. Ja, dankjewel. Zoals de naam blijven noemen vind ik gewoon heel inderdaad, daar denk je niet over na. En wil je er nu over praten, vind ik ook een hele mooie. Dankjewel. Ja en om daarop toe te voegen inderdaad. Mensen zijn ook heel vaak bang, oh, maar straks gaat ze huilen. Of, oh, je hebt nu net een goede dag en dat wil ik niet verpesten. Het verdriet is er toch wel. Jij helpt me niet herinneren aan het feit dat ik verdrietig ben. Maar je helpt me juist door er wel over te praten. En ik denk dat heel belangrijk is om je te beseffen. Dankjewel. Ja, mooi aangegeven, dames. Benoem het en blijf ervoor openstaan en blijf erover praten. En dat het wat minder een taboe wordt voor degene die het wel overkomt. Dus nou ja, helemaal duidelijk verhaal. Ik ga even met jullie eerst met Mieke, naar de stap naar de huidige tijd. Hoe is het voor jou op dit moment? Hoe is jouw leven op dit moment anders dan voor de coronatijd? En denk je ook dat de rouw en de pijn in deze tijd voor mensen erger zal zijn? Kun je daar iets over zeggen, Mieke? Ja, deze tijd is wel heel anders. Ik gaf dan yoga les. Dat is allemaal weggevallen, los van dat ik dat een beetje online doe. Daarnaast is ook mijn hele inkomen daarmee weggevallen, want bij Psychose Net werk ik vrijwillig. Daar had ik al deels voor gekozen door wat ik al vertelde, die andere baan op te zeggen. Maar daar heb ik ook behoorlijk wat stress van gehad in het begin. Maar ik merk nu dat het wel verandert in een soort van ruimte voor inspiratie. En ja, met je betrekking tot je tweede vraag. Volmondig, ja. Ik merk dat oude pijn heel erg wordt geactiveerd. De rouw om mijn vader. Mijn vader had ook in een van zijn psychoses besmettingsangst. Dus hij was bang door zandvlooien, niet door corona. Dat kende hij natuurlijk nog niet. Hij was bang dat hij besmet was. En toen wij dus met die isolatie zaten, en vooral in het begin, toen ik niet wist waar het heen ging. Nou, ik voelde ook zoveel medelijden met hem, want hij maakte dat dus blijkbaar op zijn manier toen ook mee. Maar ook gewoon mijn eigen oude pijn. Ik merk gewoon heel erg dat oude issues omhoog komen. En dat vind ik zwaar, maar het werkt ook heel helend eigenlijk. En wat ik ook zei, het wegvallen van mijn baan en mijn inkomen, dat vind ik ook lastig. Maar het geeft ook heel veel ruimte om nog meer dus ook alweer een beetje met dat verdriet en zo met dingen bezig te zijn. Dus, ja, het begon vooral heel stressig. Het is nog niet geëindigd. Maar ik merk wel dat er nu wel ruimte ook voor inspiratie. Omdat ik toch iets anders ook wil uiteindelijk met mijn werk. Ik vind wat Hiske zegt ook heel inspirerend om andere mensen te helpen. Dat is wel heel anders. Een stuk minder werk, een stuk meer tijd. Wat ook af en toe heel lastig vindt door verveling en de leegte. Ja,
Nou, duidelijk verhaal, Mieke. Ja. Tijd eigenlijk voor jou van bezinning. Hè? De deel van je werk is weggevallen. Dus ook een beetje controleverlies. Dan komen juist die emoties vaak naar boven. Hè? Dat je voorheen Precies. zit gewoon, ben je maar bezig met dat werken, met die yoga en die dingen. En je iedere dag wordt gevuld. En nu komt juist meer die ruimte weer voor die emoties. Dus, maar goed, het mag er zijn bij jou. Dus ik denk dat je dat goed doet. Je laat het er gewoon zijn. En het is wat het is. Dus ik denk dat je dat ook gewoon, je herkent het al heel erg. Je bent er ook, denk ik, heel erg bewust van. Dus ik denk dat het een soort, doordat je het van jezelf herkent, kun je er ook wat beter mee dealen. Even kijken, werkt dat voor jou ook zo, Hiske? Kun jij daar ook nog iets over zeggen? Te horen, ja, volgens mij nu wel. Ja, voor mij werkt het iets anders wel. In het begin dacht ik ook van, oh jee, nu valt alles weg, omdat ik heel veel live trainingen geef aan zorgprofessionals. En gaandeweg ontdekte ik dat er eigenlijk heel veel online kan. En ik doe dus, eigenlijk heb ik het drukker dan ooit, omdat heel veel nu online gaat. En voor heel veel mensen dat eigenlijk ook wel heel fijn is. En de coaching die ik deed, deed ik eigenlijk al 90% online. En nu dus alles. En ik merk zelfs een toename, deels doordat een drempel weghaalt. Dus bijvoorbeeld dat webinar wat ik geef, schrijven mensen zich massaal voor in, omdat ze gewoon veilig op afstand kunnen kijken. Ze hoeven zelf niet mee te doen. Dus het haalt ook iets weg, zeg maar. Dus ik merk dat het ook wel kansen biedt. En dat deze tijd dus, die hele coronatijd, wat Mieke ook wel wat aangeeft, heel veel overeenkomsten heeft ook wel met rouw. Dus de onzekerheid van hoe lang gaat dit duren, het sociale isolement. Ik denk dat de meeste mensen daar vooral heel veel last van hebben. De eenzaamheid. En zeker als je nu in zo'n rouwproces zit, het belangrijkste zijn toch de mensen om je heen. De support die je krijgt. En dat is nu natuurlijk heel anders. Dus de behoefte aan hulp, aan praten, is nu ook wel groter, merk ik. En ook omdat, wat ik net ook zei, als je het nu meemaakt, de wereld van afscheid nemen ziet er ineens heel anders uit, maar ook van rouwen. En ik denk dat het heel goed is dat daar juist nu ook aandacht voor is. Dus in die zin is er best wel wat veranderd, ja. Ja. Ja, jij kan het gelukkig online doen, waardoor jij ook gelukkig je bezig mee en de contact met je klanten ook kunt online kan houden. Voor Mieke is dat wat lastig, omdat hij natuurlijk yoga les geeft. Maar voor jou is dat met je coachingswerk wat makkelijker. En ik denk dat dat ook inderdaad wel druk blijft, ook na de coronatijd. En mensen worden vaak nu inderdaad, die emotie komt naar boven, omdat er meer tijd voor is. En het kan er meer zijn, dus dat herken jij dus ook eigenlijk wel. Ja, juist ook omdat nu ook soms oude pijn, Mieke gaf het al aan, ook bovenkomt. Dus mensen die het heel lang hebben weggestopt, zo van het gaat wel, ik ga gewoon aan het werk en veel afleiding zoeken. Ja, en als dat dan nu wegvalt, dan zit je dan ineens met je verdriet. Dus er is ook wel een behoefte aan om daar dan nu de tijd voor te nemen en dan noodgedwongen eigenlijk daar maar mee aan de slag te gaan. Ja. Nou, heel duidelijk verhaal. Even kijken, het uur vliegt om. Ik heb eigenlijk nog zoveel dingen die ik met jullie wil bespreken. Maar het is, ik laat Ingrid even de tip van de dag doen. En daarna wil ik jullie allebei nog even het woord geven om iets te zeggen. Misschien dat er nog één vraag is, ook vanuit thuis, ga ik straks ook even doen. Ik geef Ingrid even de tip van de dag. En dan doe ik de vraag van thuis. En geef ik jullie allebei nog even het woord om nog even iets tegen de kijkers te zeggen. Dus Ingrid, het woord is aan jou. Ik heb een boek van Sheryl Sandberg. Ik ken Sheryl Sandberg van andere boeken die ze heeft geschreven op het gebied van hoe help je vrouwen om meer impact te hebben en gelijke kansen te krijgen als mannen. Maar haar man is ook overleden. Hij is dan overleden aan een hartaanval. En zij heeft een boek over rouw geschreven samen met Adam Grant. Dat boek gaat door alle fases van rouw heen. Dus het geeft weer hoe zij zichzelf voelde. En de psycholoog kan dan aangeven hoe je daarmee om kunt gaan. Hoe kan de omgeving daar het beste mee omgaan? Hoe voelt de rouw een jaar later? Hoe kom je ineens door onverwachte gebeurtenissen? Word je gespiegeld met iets? Dan zit je er volledig in. Dat hele proces beschrijven zij. En wat ik zo mooi vond en mezelf nooit had gerealiseerd, is dat een psycholoog, Martin Seligman, heeft jaren
onderzocht hoe mensen omgaan met tegenslag. En hij kwam tot de ontdekking dat er 3 dingen kunnen zijn die mensen tegenhoudt om door de rouw heen te gaan. Tegenhoudt om te kunnen herstellen. Het eerste is dat mensen vaak persoonlijk maken. In de overtuiging dat het hun eigen fout is dat iets is gebeurd. Dat ze iets hebben nagelaten of onvoorzichtig zijn geweest. En dat is heel erg als je dat denkt. Het algemeen maken. Dus de overtuiging dat een gebeurtenis alle aspecten van het leven zal beïnvloeden. Dus je zult nooit meer plezier vinden van iets. Je zult nooit meer ergens in willen verdiepen of met vrienden leuk om bezorgd kunnen zijn. En dan het permanent maken is er ook één. De overtuiging dat de naschokken van de gebeurtenis altijd en eeuwig zullen aanhouden. En dat zijn ook dingen, ik neem aan dat de therapeuten daarmee werken, om die dingen bij mensen weg te halen. Want dat houdt ontzettend tegen een herstel. Dus ik dacht, dat is dan de tip die ik deel. Als je dat voelt, realiseer dat van jezelf. En praat erover. Ja, dankjewel Ingrid. Het sluit prachtig aan bij het thema van vandaag ook, dit boek. Interessant boek ook. Hoe je... Ik moest nog iets van een vriendin van ons zeggen. De boeken die ik hier noem, maar ook het boek van Mieke, die zullen ongetwijfeld te vinden zijn bij Stumpel. Lokale goede boekhandel met zeer vriendelijk personeel. De boeken kunnen ook worden thuisbezorgd via stumpel.nl zonder verzendkosten. Dus Monique, bij deze hebben we het een keer genoemd. dankjewel Ingrid, sluit prachtig aan bij het thema van vandaag. Waar de boeken te krijgen zijn, ook super interessant als ik het zo hoor. Hè? Waardoor je belemmerd wordt in je rouwproces. Ik ga even naar Juliette. Zullen we de vraag van thuis eventjes laten doorkomen, Juliette? Ja, er is iemand, Wouter, die wil graag een persoonlijke vraag even stellen. Dus ik zal hem even unmuten en dan kan hij de vraag zelf stellen. Hij is ook op de video. Ja, leuk. Wouter, je bent nu geunmuted, dus je kan je vraag stellen. Kijk of de microfoon het doet. Ik hoor je nog niet. Ik weet niet of ik de enige ben. Nee, ik hoor Wouter ook niet. Anders kan ik eventueel ook de vraag voorlezen. Misschien ligt het aan je instellingen, Wouter. Even kijken, Wouter die heeft naar mij getypt. Vraag aan zowel Mieke als Hilke. Het gaat over het taboe. Of dat als een cultureel iets wordt gezien. Alsof het cultureel bepaald is om alleen over luchtige onderwerpen te praten. Met weer koetjes en kalfjes, huwelijken, geboortes, roddels, politiek, showbusiness, etc. Maar dat onderwerpen die minder geliefd zijn al snel worden verwezen naar het domein van de GGZ. De cultuur die... Jij hebt professionele hulp nodig tot legitieme reactie maakt. Dat is de vraag van Wouter. Dus erop door, man. Ja, misschien dat we die vraag eerst even aan Mieke. Heb jij de vraag begrepen, Mieke, van Wouter? Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik denk toch wel. Ik krijg wel het idee dat het niet... Ja, ik denk wel dat mensen makkelijker over luchtige onderwerpen praten. Ik heb wel het idee dat het ook... ergens wel weer hip is om je kwetsbaar op te stellen en over zware onderwerpen te praten. Burn-out is natuurlijk ook een tijdje, dan, alsof het ook alweer een beetje in is. Maar ja, ik kan het natuurlijk vooral voor mezelf bepalen. Dat gaat natuurlijk over de zelfdoding. Ik vind dat toch een lastige vraag. Dat zie ik wel echt als dat mensen heel lastig vinden. Ik weet niet of het per se altijd met andere geestelijke ziektes ook te maken heeft. Nou nee, trouwens, ik denk het eigenlijk wel. Depressief zijn, of ik merk het ook wel bij psychose net. Sommige mensen durven niet eens psychose net te liken, bij wijze van spreken. Omdat ze dan bang zijn dat mensen uit hun omgeving denken dat ze daar iets mee te maken hebben. Dus ik zit even te denken wat nou de vraag precies was. Ja, vanuit mijn ervaring, ook op geestelijke ziektes nog wel wat taboe heerst. Maar wat ik daarvoor ook al zei, heb ik ook alweer het idee dat het hipper begint te worden om je kwetsbaar op te stellen.
Ja, een beetje een rommelig antwoord misschien. Nee, maakt niet uit, Mieke. Het is, was ook best een lange vraag wat er gesteld werd. Ik ben ook halverwege ook even was ik het even kwijt. Hiske, kun jij er nog iets over zeggen? Heb jij de vraag ook goed meegekregen? Volgens mij was het belangrijkste van de vraag. Dat inderdaad, of het cultureel bepaald wordt. Dat het dus inderdaad, wat Mieke ook zegt, dat dat er veel over luchtige onderwerpen vooral gepraat wordt. Maar dat onderwerpen die minder geliefd zijn, al snel worden verwezen naar het domein van de GGZ. Of dat volgens jullie zo is. Oh ja. Ja, ik kan er wel iets over zeggen. Ook wat jij ook aangeeft, is het cultureel bepaald? Ik denk... Deels wel. Ik zie ook wel in andere culturen dat er veel meer over gesproken wordt. Niet alleen over zelfdoding of over een overleden kindje, maar over rouw in het algemeen. Ik heb in Afrika gewoond. Ja, daar gaan ze echt heel anders om met dood en met rouw dan dat hier is. Op mijn gebied, op babysterfte, merk ik wel dat het aan het veranderen is. Dus dat daar in de afgelopen jaren wel echt veel meer aandacht voor is. Dat er veel meer over gesproken wordt. Maar dat het in het dagelijks leven een moeilijk onderwerp blijft. Wat ik eerder ook zei, mensen toch bang zijn dat je gaat huilen. Of van, oh jee, nou gaan het er maar niet over hebben, want dat is moeilijk. En dat het natuurlijk makkelijker is om over het weer te hebben of over andere ditjes en datjes. Dus ik denk zeker wel dat daar iets in zit. En ik heb ook soms een beetje moeite met het woord taboe. Want alles lijkt tegenwoordig ook maar een taboe te zijn. Terwijl het gewoon een moeilijk en verdrietig onderwerp is. Ja, is het dan gelijk een taboe? Of vinden mensen het gewoon lastig om erover te praten? Ja, die lijn is denk ik ook een beetje vaag. Ja, dankjewel Hiske. Ik denk dat Wouters antwoord goed beantwoord is zo. Ja, hij knikt. Dus volgens mij is dat goed beantwoord. Er zegt nog iemand iets volgens mij over vanuit thuis, Juliette? Kun je dat ook nog even aangeven? We hoorden je niet, Juliette. Ja. Die reageert op de cultuurvraag. Die zegt dat hij dus wel denkt dat het met cultuur te maken heeft. En bijvoorbeeld in India mensen veel meer verbonden zijn met de dood tijdens hun leven. Ja, nou duidelijk. Ik denk dat de vragen hiermee beantwoord zijn vanuit thuis. De tijd zit er ook op. Het is al net 4 uur geweest, dus ik moet ook afsluiten. Ik wou Mieke en Hiske als slot nog even heel kort het woord geven om te kijken of zij nog iets willen zeggen of benoemen. Mieke, jou als eerste graag. Nee, eigenlijk niet. Nee, dankjewel. Vond het heel leuk. Ja, dankjewel. Jij heel erg bedankt. Nou, dus alles is benoemd en naar tevredenheid gegaan. Dus je hebt niets nu meer toe te voegen. Alles is gezegd wat je wilde zeggen. Nee, als mensen iets willen vragen aan mij uit ervaring of iets anders, kunnen we altijd vinden op LinkedIn of op Facebook een berichtje sturen. Mailen zou ook kunnen. Ja. Hoe kunnen ze jou bereiken, Mieke? Ja, ik heb geen website. Ze mogen me mailen. Mijn e-mailadres is Mieke. Dus mijn voornaam. J van Johan. Terlouw, mijn achternaam @gmail.com. Dus als iemand iets heeft, wil gerust. Ik vind het heel leuk. Hiske heeft me ook wel geïnspireerd om mensen te helpen. Of dat wist ik al een tijdje. Maar ja, het lijkt me ook wel heel leuk om mensen. Ik ben geen coach officieel, maar als ervaringsdeskundige. Of, ja. Ja. Nou, misschien ligt daar voor jou nog een hele toekomst weggelegd, Mieke. Nou, inderdaad. Mensen, het zou superleuk zijn en een erg mooi doel in dit leven om mensen daarin te ondersteunen. Ik denk dat jij daar ook heel geschikt voor zou zijn. Heel leuk dat je er was. Hiske, heb jij nog iets toe te voegen aan het verhaal? Nog iets te zeggen? Is alles beantwoord? Volgens mij wel. Wat ik misschien nog wil toevoegen is dat... Mensen vaak denken bij verlies aan dat het alleen maar verdriet is, dat het alleen maar ellende is. Terwijl als ik over mijn eigen situatie praat, en dat hoor ik ook bij heel veel ouders terug, gaat het ook over heel veel liefde en trots. Dus het is niet alleen verdriet, het is niet alleen zwaar en moeilijk. Ik praat ook heel graag over mijn zoon, omdat ik dat ook heel fijn en mooi vind. Dus, en dat hoor ik heel veel terug van mensen die rouwen, dat de omgeving vaak denkt dat het alleen maar zwaar is. En het is zoveel meer dan dat. En ik merk zelf ook dat ik er heel veel van geleerd heb. Dat ik er als mens door gegroeid ben. En natuurlijk had ik het liever niet meegemaakt. En natuurlijk had ik die dingen liever anders geleerd. Maar omdat het gebeurde, omdat het op mijn pad kwam, moest ik er iets mee. En daar ben ik ook wel heel dankbaar voor.
Ja, nou dankjewel Hiske. Ik herken dat wel. Ja, inderdaad. Dat soms maken dingen ook weer iets moois. Ja, kun je er ook weer een positieve leerling uit trekken. Heel mooi dat je dat zo kan zien en dat je dat zo voelt. Dankjewel Hiske. Ik zie nog wat binnenkomen. Ik bedank mijn gasten, want ik moet zo afsluiten. Heel erg voor hun bijdrage. Ik was heel blij dat jullie vandaag jullie verhaal wilden vertellen. Heel erg dank voor jullie openheid en hele mooie combinatie zo jullie twee. Allebei op een ander gebied, maar toch zo openhartig. Heel erg blij, Mieke en Hiske, dat jullie mijn gast waren. Mensen kunnen morgen terugkijken op YouTube van de Hartelijke Huiskamer. Jullie verhaal, mochten ze het nog een keer willen zien of gegevens willen noteren. Juliette, ik kijk nog even naar jou, want er wordt nog iets gezegd. Kun jij dat ook kort nog even doorsluizen? Ja, dat is een tip van Kees Jan. Die zegt, als mensen zich geïnteresseerd in zijn over het onderwerp zelfdoding, is een podcast die heet Verstrikt. Dus als mensen nog daarin geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze die podcast luisteren. Ik heb hem ook geluisterd. Dat is inderdaad interessant. Ah, goed te horen. Dus mooi om mij af te sluiten. Podcast wordt als tip gegeven. Ik bedank iedereen. Ik bedank Ingrid zoals gewoonlijk voor haar bijdrage hier. Juliette voor de technische dienst. Mijn twee charmante gasten. Heel blij met jullie. En ik wens iedereen vast een heel fijn weekend. Wij zijn er maandag weer met het thema Warenhuis.horen. Een platform voor ondernemers om zich zichtbaar te houden. Waaronder Cheryl Fashion, bekende damesmodezaak. Ook weer heel leuk. Dus voor de luister- en kijkeraars tot maandag. En voor nu heel fijn weekend. En het gaat jullie allemaal goed. Tot later. Oké, dankjewel. Dag.